Hallo, daar zijn we weer. Op het klaaguur bij de klaagmuur. En Ria, waar gaan we het over hebben? Nou, je snapt toch wel dat we het over de verkiezingen gaan hebben. Nog 2 dagen. Het is verschrikkelijk moeilijk. Ja. Ja, het is wel moeilijk, maar ik heb wel een idee. Ja, ik ook. Stem niet op een partij die rijmt op E. Hè? Want wat hebben we dan? De VVD, de BBB, de PVV, de NSC en de SGP. Ja, maar niet de SP. Die mag wel mee. De SP, die mag wel mee. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, wat dan wel, hè? Ja, ik zou zeggen in ieder geval links. En al het andere, ja. Weet je wat ik heb? Ik heb het gevoel dat we in een hele oude put zitten te roeren. Iedere keer hetzelfde. De levensstandaard, de zorg, gebrek aan personeel, het onderwijs gaat achteruit. Nou, noem maar op, het is altijd hetzelfde gezeik. Ik wil eens eigenlijk een wat nieuwer geluid. Jij denkt misschien aan Volt? Ja, dat denk ik inderdaad aan. Bij mij, ja, het hangt erom hoor, ik weet het niet. PvdA en GroenLinks voel ik wel iets voor. Ik heb vroeger heel veel SP gestemd, heeft nooit veel opgeleverd, maar ja, in ieder geval wel Renske Leijten. Ja, dat is toch geen geringe prestatie. Nee. Ja. Ik ben nog een zwevende kiezer. Ja, ik zweef ook nog. En wat denk je van die NSC? Ja, weet je wat ik daarvan vind? Het is alleen maar die Omtzigt. Je hoort verder niemand van die NSC. Nou, en dan denk ik meteen aan Fortuyn. Als Omtzigt omvalt, is het meteen klaar? Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Nou, en het is met die Wilders precies hetzelfde. Die heeft geen eens leden, die is het zelf. Die is zijn eigen partij. Nou, kom eens even, afgezien nog van die abjecte ideeën die hij heeft. Nee hoor, daar gaan we niet aan beginnen. Nee, dat ga ik ook zeker niet doen. Die zou ik ook echt uitsluiten. Ja, en die Jezelgus, nou ja, die is mij veel te pinter, weet je wel. Je kan de gekste vragen stellen, ze beantwoordt ze niet, maar heeft meteen volzinnen klaar. Nou, dat zint mij totaal niet. Bah! Nou, en ik zeg over die VVD, Jezelgus... is Rutte 3.0 of erger. Het gaat om de poen, hè, en het is om het bedrijfsleven te doen. Dus mensen, stem niet op de VVD en ga niet met die kapitalisten in zee. Je hebt toch gezien wat er de afgelopen 13 jaar gebeurd is? Gebruik je ogen, ze hebben alles uitgekleed. Begin er niet aan. Ja. Goed, ik denk dat we nu wel weer voldoende geklaagd hebben voor vandaag en misschien de kijker een ideetje hebben gegeven. Goed, dames en heren, tot de volgende keer.